Hi, goedemorgen. Het is vroeg voor mij, want de Jumbo zou komen, maar die zijn verhinderd door de boeren. Ja, hadden we al kunnen verwachten natuurlijk. Excuseer, het is vroeg zoals ik zei. En hierachter zie je nog. De was die ik moet opvouwen. It's real life. We gaan een Full Face of Essence zomer look doen. Ik heb alles gepakt wat ik van Essence heb. Oh, vliesendop. Oké. Ik heb onder andere de Essence Prime Studio Poreless Primer. Dat ziet er dan zo uit. Het is een beetje... Ja... Ja, zo hoort het te zijn, hè. Zo'n beetje dikker. Het is een beetje peachy kleur. Het lijkt heel goed te blurren hoor. Mijn spiegel staat daar, hè. Een beetje te veel gepakt. Het lijkt heel goed te blurren. Dan heb ik ook de... Ik heb geen bril bijgepakt. De Skin Lover Sensitive Primer Moisturizing and Nourishing. Ik doe gewoon een klein beetje bij. Oh, dat ziet eruit als een hele dunne crème. Ruikt niet echt. Nou, prima. Voelt als een hele dunne crème. Ik heb 3 foundations. Maar ik heb hier maar 2. Ik heb vergeten die andere te pakken. Ik heb de Pre-Fresh tubetje. Dan heb ik de Fresh and Fit foundation met vitaminecomplex. Best fijn. En ik heb de Hydro Hero. Die gaan wij gebruiken vandaag. Ik pak even mijn schoteltje erbij. Mijn schoteltje. Die daarna gelijk schoongemaakt kan worden. Eerst doe ik de concealer. Dit is de Sensitive... Skin Lover Sensitive Concealer. Die gaan we eerst even doen. Zo. Wes was gisteren naar Amsterdam geweest. En heeft toen wat nieuwe dingen voor mij gehaald. Even een beetje concealen. Nou, hij heeft maar 1 ding gehaald hoor. Daarvoor moest hij ook voor mij.
dat kunnen we wel gebruiken nu. Onder andere deze spons bij Morphe. Dit is een soort... De buitenkant lijkt een soort velvet. Het voelt echt anders dan een andere spons. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind de sponsen van Morphe over het algemeen niet zo. Ik vind ze te hard. Ze zijn redelijk stevig. Wel een unieke... Ja. En wat hij voor mij heeft gehaald is de Morphe Foundation Brush. Dat is deze. Die had ik ook gezien bij Nicky Raven. En die was er helemaal weg van. Dus ik dacht, nou die wil ik ook proberen. Ik stippel even wat van die Hydra Hero her en der. Dat is wel genoeg, toch? Oké, de kwast brush is zacht, wel, voor het gezicht, maar toch stevig. Ik heb nog nooit problemen met deze, ja het is een skin tint eigenlijk, hè, gehad. Maar ik heb hem dan ook nog nooit gebruikt in combinatie met deze primer of zo. Klein beetje te veel langs de rand. Even de neus goed doen met wat er nog op de kwast zit. Ja, ziet er heel mooi uit. Wat ik zeg, de kwast is echt wel stevig, zeg maar. Het is niet, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo, het is geen poederkwast. Het is echt wel stevig, dit. Maar hij is wel heel zacht op het gezicht. Ja. Nou, deze weet ik niet. Ik weet niet zo goed. Het is een set die je koopt. Ik weet niet zo goed wat ik van de textuur vind. Waarom zit er een gaatje aan de onderkant? Het model lijkt me wel heel prettig. Hij is wel iets zachter geworden dan omdat ik hem nat gemaakt heb natuurlijk. Maar nog steeds. Deze is van de Kruidvat. Dit is een van mijn favorieten. Die is gewoon niet nat gemaakt. Al zachter dan deze is. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Qua primers... Had ik trouwens ook nog deze, de jelly primer.
Even kijken. Qua poeder heb ik voor onder de ogen de Brighten Up. Zo. Altijd een fijne poeder hoor, dit. En dan pak ik een grote poederkwast. Want dan heb ik de Skin Love Sensitive. En hier heb ik een backup van, dus kan je nagaan. Dan doe ik even mijn Max & More spray om de poeder. Een beetje. Oh, misschien is een spons daar ook wel goed voor. Wacht even. Dan drukken we even de Max & More spray zo in de poeder. Hij pakt hier gewoon het product op. Vreemd. Kijk, hier, zie je dat? Hier heb ik een hele rode plek. Het lijkt of hij daar gewoon het product heeft opgepakt. Kijk of ik het met een beetje concealer... Ik heb wel vaker moeite met het puntje van mijn neus hoor. Dat ligt niet aan het product. Doe ik wel een beetje. Oké. Ik heb een aantal bronzers. Ik heb deze. Dat zijn de nieuwe. Maar die zijn heel glowy. Dan heb ik de Mosaic bronzer. En ik heb de Hello Good Stuff. In allebei de kleuren. Ik heb geen idee. Ik heb geen bril, zoals ik al zei. Even kijken. Ja. Dit is degene die ik altijd gebruik. Dat zie je heel vaak. Dit is lichter. Dus die gaan we gebruiken. Pak even een fluffy blush. Brush, niet blush. Dit is voor mij genoeg. Heel veel meer heb ik echt niet nodig. Dan gaan we naar de blush.
Ik heb de Mosaic Blush. Dan heb ik de 3 blush lighters. En een wat donkerdere. Volgens mij waren er ook maar 3 kleuren. En ik heb alle kleuren van de Le Blush. Ja. Waarvan dit mijn favoriet is. Dat is 50. Ja, Blooming. Maar ik had bedacht, omdat we het een beetje zomers moeten houden, dat we deze blush lighter gingen proberen. Een beetje peachy. Probeer minder van de highlight te pakken. Maar genoeg zeg maar van de peachy kleur. Die doen we ook gewoon op het ooglid. Lekker makkelijk. Het is een mooie kleur hoor, dit. Zo. Dan highlighter. Ik heb deze 2. Dat is de highlighter. En ik heb een kleinere hiervan. Kijken of ik kan zien wat het verschil is. Ik heb een 01. Tien. En 03. Dit is 03. Dit is 01. En dit is 10. We gaan 10 gebruiken. En eigenlijk wil ik het alleen maar even een beetje zo op mijn neus. Want, oh ja, maakt het uit. Ik denk dat ik het ook gewoon even in de binnenhoeken van de ogen doe. Zo. Ja, deze hebben we dan niet gebruikt deze keer. Ja. Qua ogen heb ik 3 paletjes van Essence. De Rose Edition, de Nude Edition en de Brown Edition. Dat zijn deze paletjes. Maar die gaan we niet gebruiken. Dus die doen we terug. Dan gaan we naar de wenkies. Dat is deze. Dat is de Essence Brow Powder. Power. Nee. Brow powder en define liner. Nou, het is zo'n grote lijn.
Het is echt een prima potlood. Het is een beetje hard, denk ik. Vind ik. Dat vond ik vroeger niet, maar vergeleken met het potlood dat ik nu gebruik van XS Revolution, is deze toch wel iets minder gepigmenteerd. Ja, zo is het wel redelijk gelijk. Het poedergedeelte gebruik ik niet. Dan heb ik een zwart en een bruin oogpotlood. Dan gebruik ik de zwarte om even te tightlijnen. Dat gebeurt heel vaak. Dan schiet dat ooglid dus los. Ja. Zo. En ik heb een goud en een rosé goud oogpotlood. Ach wel ja. Die doen we gewoon even in de waterlijn. Ik had nog een potlood volgens mij. Had ik daar niet nog een potlood van? Oh. Ja, voor de winkies even. Even zoeken in mijn everyday bakje. Dat waren niet, dat is niet voor de winkies trouwens. Dat is voor de mascara. Hallo. Even wimpertjes krullen. En dan, ik heb helaas geen primer van Essence. Dus dan doen we het maar even zo. Dat is de L'Oreal. Wat ik wel van Essence heb, is een Hydrating Glow Spray. Je ziet hem hier al, hè? De kokos. Ik ben echt... Ik haat het. Oeh. Ja, kokos. Het ruikt echt naar kokos. Een beetje opruimen. Want ik moet zo meteen. Sorry. Als ik zo tegen jullie praat, dan gebeurt er natuurlijk niet heel veel. Nou, daar gaan we. Dit is de Essence Lash Curl and Volume. En ik vind van de Lash Princess lijn dit echt de fijnste. Zo. Heel klein beetje gesmutst. Zo. Even kijken. Oh. Oh. Daar valt van alles.
Ik heb van Essence de Nude Lipstifts. Dit is de Hydrating Nude. Dan heb ik er een van de Hydra Matte Line. Dit is een roze. Dat kun je met een peach beter niet doen. Dan heb ik van Essence Ultra Last een hele mooie rode. En dan heb ik van de Long Lasting. Ja. Sorry. Een beetje mauve kleur. Ik ga voor de nude. Mooi, neutraal, niets meer aan doen. Wat vind ik ervan? Ik vind het een mooie zomerlook. Het peachy op de ogen is mooi. De glow op de huid is mooi. Het plakt niet heel erg. Sorry. Behalve de oogschaduws, over het algemeen ben ik best tevreden met de spullen die Essence maakt. Het is geen Chanel, Dior, Estée Lauder spul. Maar het functioneert echt prima voor die prijs. En ik geloof helemaal niet dat je daar heel erg minderwaardig over moet doen. Ik denk dat de look echt heel prima is geworden. Ik doe nog even mijn luchtje op. Zo. Ik ben hier heel tevreden mee. Het is iets duwier dan ik had verwacht. Dat komt voornamelijk door de spray, denk ik. De lippenstift. Oh ja, het voelt een beetje als een balm. Hydrating, inderdaad. De kwast van Morphe is ook prima. De spons weet ik niet. Ja, de blushes van Essence zijn echt meer dan prima. De bronzer, prima. Niet heel erg. Hou je van een hele gepigmenteerde bronzer, dan is deze niet voor jou. Maar voor mij is het prima. Ja. En de lippenstiften. Deze blijft waarschijnlijk niet heel lang zitten, maar de kleur is echt geweldig. Ik hou hiervan. Ja. Ik kan er niks negatiefs over zeggen. Full Face of Essence. Zomerlook. Ja. 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 Dikke 8 Essence. Bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En tot de volgende keer. Doeg!